Nou, we staan hier vandaag bij de tentoonstelling Toen de Kanonnen Zwegen in de Andreashal in Maasbracht, Europlein 7. We hebben hier in het kader van 75 jaar bevrijding een grote tentoonstelling georganiseerd, waarin we heel graag een aantal grote privécollecties willen ontsluiten voor het publiek. We zijn met een aantal verzamelaars, we verzamelen de meeste van ons al een jaar of 20. En hebben heel veel materiaal verzameld over de regio in de Tweede Wereldoorlog die we graag aan de mensen willen laten zien. We zijn hier in het Tijdelijk Museum van Maasbracht. Dat is gemaakt of opgezet voor de 75-jarige bevrijding. Ik heb hier een mevrouw naast me staan en die heeft zich even zelf voorstellen. Goedemorgen, mijn naam is Emma. En ik ben een van de stichtingleden die hebben meegeholpen aan deze tentoonstelling. Hoe is dit tot stand gekomen? Hoe hebben jullie dit allemaal gerealiseerd? Ja, we kennen elkaar al langer. We zijn eigenlijk een groep verzamelaars die elkaar vaker tegenkomt. Het is een kleine wereld. En een aantal jaar terug dachten we van ja, zonde dat onze spullen niet voor het grote publiek zichtbaar zijn. En dat wilden we aanpakken door een grote tentoonstelling in te richten. En 2020 leek ons daar een goed jaar voor. Waar hebben jullie dat allemaal vandaan? Ja, door heel Nederland of nog verder misschien? Nou, we zijn voornamelijk van de eigen regio. Het is klein begonnen, je begint natuurlijk in je eigen dorp. Je vindt dingen, je krijgt dingen van mensen. Mensen weten je te vinden. En je zoekt op internet, op beurzen. En zo verzamel je langzaam de dingen bij elkaar. Dit leen je of mag je houden? De meeste dingen die hier liggen, die zijn van onszelf. Dus dat is vaak gekocht, soms gekregen. Er liggen een paar dingen die we in bruikleen hebben. Dus die zijn dan nog wel van de persoon zelf. Het zou dan toch jammer zijn als het maar tijdelijk tentoongesteld gaat worden? Dat is zeker jammer, maar we zijn straks ook wel blij als we weer gewoon weekend kunnen hebben. Want het kost ook heel veel tijd. En dan moeten jullie dit ergens gaan opslaan totdat er ooit weer zoiets georganiseerd zou kunnen worden? Voor de tentoonstelling lag het ook bij ons thuis. Dus wat dat betreft verandert er voor ons heel weinig. Er zijn een paar dingen die we nieuw hebben, dus vitrines... en bijvoorbeeld de tussenwanden, die gaan we ofwel verkopen, bijvoorbeeld vitrines, ofwel teruggeven waar we die hebben geleend. Sommige zijn geleend. Vertel een beetje wat hier allemaal te zien is. Nou, we hebben eigenlijk de oorlog in 7 thema's verdeeld, die chronologisch te volgen zijn. Dus we beginnen met de mobilisatie en de inval in mei 40. En daarna kom je dus in de bezettingperiode terecht, waar ook dingen van het verzet, maar ook van het dagelijks leven te zien zijn. Je had heel wat bijzonders te vertellen, daar gaan we dus graag naar luisteren. Ja, wat je hier ziet is eigenlijk het bord Zum Burgemeesterwoning in Melik. Dit zijn in de gemeente Melik-Herkenbosch zijn in totaal 12 van die borden opgehangen. Waar dan de Duitse gezinde burgemeester zat. De burgerbevolking die wilde hun onvrede laten merken hierover. En die hebben de borden systematisch verwijderd, verplaatst, omgedraaid en andere dingen meegedaan. Op een gegeven moment waren de mensen het zo zat dat ze een brief aan de burgers hebben gestuurd. Waarin stond dat als het nog één keer gebeurde, dat dan de mannelijke bevolking als voorbeeld zou worden opgepakt. En dat daar vreselijke dingen mee zouden gebeuren. En als oplossing is toen een opgelegde... bevel gekomen dat er ten alle tijde twee mannelijke burgers bij de borden moesten staan om het te bewaken. Dat het niet nog een keer verplaatst zou worden. En dat heeft de bevolking ook netjes gedaan. Zoals we zien op de foto's zijn ze alleen wel een beetje vreemd gekleed. Ze zijn allemaal verkleed bij de borden gaan bewaken. Om te laten zien dat ze dit eigenlijk gewoon van de zotte vinden. En dat het om toch de Duitse bezetter een beetje... Te kakken te zetten. Heb jij nog iets wat je heel graag kwijt wil aan de luisteraars, aan de mensen die dit allemaal zien?
Ja, ik zou zeggen, kom met z'n allen op bezoek. We zijn nog 2 weekenden open. Kom vooral op de zaterdag, dan is het wat rustiger dan op de zondag. Want dan is het wat lastig om alles te kunnen zien. En we krijgen alleen maar positieve reacties. Vooral van mensen die zeggen dat het veel groter is dan ze hadden verwacht. Nou, en ik vind duidelijk de uitleg erbij. Als we vragen hebben of de mensen vragen hebben, kunnen ze dat bij jullie natuurlijk wel doen. Ja. Altijd doen. Ja, we zijn allemaal te herkennen aan de gele koordjes. Dus we kunnen altijd vragen stellen en naderhand eventueel met ons nog komen kijken, komen praten. En dat vinden we altijd leuk om te doen. Belangrijk om te vragen, wat kost het? De toegang is helemaal gratis. Wij vragen geen toegang omdat wij vinden dat de geschiedenis van iedereen is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. We stellen natuurlijk voor de vrijwillige bijdrage wel altijd op prijs. We hebben een donatiebox staan. Ja. Een derde thema is dan luchtoorlog, wat ook eigenlijk over de hele oorlog speelt. Dat zijn de vliegtuigen die overvliegen, bombardementen, crashes ook die veel in de regio hebben plaatsgevonden. En dan kom je eigenlijk al in het stuk, het einde van de oorlog, met de bevrijding Operation Black Hawk van de Britse leger. En daarna Operation Grenade van het Amerikaanse leger. En tot slot natuurlijk wederopbouw, want de oorlog is niet afgelopen nadat je bent bevrijd. Je bent ook nog bezig met het herstellen van de schade, met het verwerken van wat er is gebeurd. En we zijn nog steeds bezig met het opruimen van alle explosieven en ook vliegtuigen die nog in de grond aanwezig zijn. We staan nog bij een best een heel belangrijk punt van echt, tenminste voor mij wel en voor veel mensen van echt. Ja, dit is de Schilberg. Er zijn hier tekeningen van gemaakt tijdens de strijd door een van de laatste oorlogstekenaars bij het Britse leger. De tekening staat hier in het boek. En er zijn verschillende schilderijen van gemaakt naar aanleiding van die tekening. En eentje is hier te zien. Ja. En wie heeft die geschilderd? Staat erop? Mastrom. Een Mastrom lees ik. Ger Mastrom, volgens mij. Ja, 1949 staat eronder.
En gisteren hebben we bezoek gehad van L1, omdat wij bij de viering van 75 jaar bevrijding van Roermond ook bijzondere ontdekkingen hebben gedaan in archiefbeelden van de gemeentearchief. Die beelden zijn al langer bekend, maar we hebben nu een Amerikaanse soldaat op die beelden herkend. En op die beelden is Vincent von Henke te zien. Deze von Henke had Pools-Duitse ouders, sprak de taal ook goed en heeft bij het Amerikaanse leger als tolk ook gewerkt. En hij is op 28 februari 1945 met een patrouillegroepje de Roer overgestoken richting Roermond. En op 1 maart zijn zij om 7 uur 's ochtends de stad ingelopen om te zien dat de Duitsers zich hebben teruggetrokken. En zij zijn dus de eerste Amerikaanse soldaten die door Roermond lopen en die dat moment is vastgelegd op beeld door Gerard Houwe, de Roermondenaar, die op dat moment de filmcamera in bezit had. Geweldig, dat is dan toch heel erg mooi, hè? Eerste beelden. Die beelden zijn ontzettend mooi om te zien. Zeker ook omdat je die pure vreugde ziet op de gezichten van de mensen bij het ontmoeten van deze Amerikaanse soldaten.